Goedemorgen iedereen, welkom op het webinar van vandaag. Mijn naam is Cynthia Doms en ik ben uw host tijdens dit webinar. Philippe van de Vijver legt vandaag uit hoe u de juiste flowmeter kiest, rekening houdend met precisie, gebruiks- en installatiegemak. Hij zal u gedurende dit webinar laten kennismaken met ons gamma van flowmeters, elk in hun eigen toepassingsgebied. Om te beginnen wat praktische informatie. Het webinar wordt opgenomen vandaag en wij sturen het u in de loop van volgende week samen met de presentatie toe. Uw microfoon is gedurende het webinar gedempt. Als u vragen heeft, dan kan u ze stellen in het Q&A-panel aan de rechterzijde van uw scherm. Na de presentatie zullen wij dan uw vragen beantwoorden. Voilà, dan ook tijdens de presentatie zal er, het is een beetje interactief, dus er zullen ook drie polls verschijnen tijdens de presentatie, waarvan wij dan vragen deze te beantwoorden. En dan ja, op het einde van het webinar is er dan nog een enquête. Als u het webinar afsluit, is er een enquête. Dat zal echt slechts een minuutje van uw tijd in beslag nemen. Dus het zou ons helpen om onze webinars in de toekomst te verbeteren als wij die feedback van u mogen ontvangen. Voilà, dan rest mij nog enkel jullie een fijn webinar toe te wensen. En dan geef ik nu het woord aan Philippe. Goedemorgen iedereen, Philippe van de Vijver. Het doet ons aardig plezier zien dat jullie zo talrijk al ingeschreven zijn op ons webinar. En dus ik zal dan ook alles doen om uw verwachtingen tegemoet te komen. Hetgeen we deze morgen, gedurende het komende uurtje eigenlijk gaan doen, is een soort van brainstormoefening, zouden we dat kunnen noemen. We gaan ons de vragen stellen, de juiste vragen stellen, om nadien eigenlijk tot een besluit te komen van, ja, voor deze toepassing, ik ga dan eerder naar de rotameter, omwille van die en die reden. Ah, nee, ik zie het eerder, want het is eigenlijk niet kwantitatief, het is echter semi-kwantitatief, langzaam kwalitatief. Ik wil gewoon weten, is er debiet of is er geen debiet? Maar toch een idee te hebben van, zitten we over of onder de 500, 600 liter per minuut, bij wijze van spreken. Voilà, dat is zo een beetje het idee achter de presentatie van deze morgen. En dan gaan we dan deze verschillende onderwerpen, dus algemene beschouwingen, wat zijn de procescondities waarmee dat we gaan mee moeten werken? Want dat gaat ook al een aardige aanduiding geven, dan gaan we eerder die richting of gaan we een andere richting uit? En welke zijn de beschikbare technologieën? En dus daardoor gaan we van de rotameter over de massadebietsmeters, Admax, Vortexen, gaan we één voor één, gaan we ze allemaal aflopen. Toch althans degene die in onze gamma zit bij opgave. En zien, oké, wat zijn de sterke punten, waar komt het, waarom zouden we eerder zo'n Vortex gaan gebruiken, wat zijn typische toepassingen. En dan zo de een na de andere. En dan als besluit gaan we dan misschien zeer schematisch overzicht zien van welke in één slide, waarom dat we eerder naar een bepaalde technologie zouden gaan of naar een ander. Goed, die algemene beschouwingen, dus ik zei het al, het aanbod is zeer divers. U ziet hier op de slide, dat gaat van elektromagnetische debietsmeters over vortexen, turbineflowmeters, rotameters, thermische massadebietsmeters. Waarom eerder de ene kiezen dan de andere? Dat zal juist het onderwerp zijn van vandaag, waarbij we dus een beetje dat denkproces gaan doorlopen om uiteindelijk te zeggen van oké, ik ga er voor een vortex dan voor een elektromagnetische of vice versa. Dus wat zou de ideale debietsmeter zijn? Wel, je kunt zo goed als ik aflezen. Dat zou eigenlijk een debietsmeter zijn. Een gebruik zou, want natuurlijk, ja, een ideaal debietsmeter bestaat natuurlijk niet. Dat zou er eentje zijn die een 0 tot oneindig meetbereik heeft. Een installatie geplaatst heeft en oké, het gaat vanzelf. Niks, geen vuiltje aan de lucht. De drukval, ja, zo goed als niks. De kost voor een appel en ei. De nauwkeurigheid, ja, het beste wat er is. En
perfect inzetbaar, ongeacht de werkomgeving. Dus ja, zoiets, zult je al rap door hebben, is eigenlijk ja, meer in de fantasiewereld dan in de wereld in welke wij werken. En dus vandaar staan wij dan als Yokogawa voor u zeg maar, ter beschikking om met onze eigen ervaring, met de ervaring die jullie hebben, ook tot een besluit te komen van ja, we gaan eerder voor die of die technologie. Dus nogmaals, enkele algemene beschouwingen, waarom moet er gemeten worden? Kan het eigenlijk überhaupt gemeten worden? Rekening houden met de procescondities. Welke precisie moeten we nu gaan halen? Bestaat er een andere manier om daar ook toe te geraken? Dat zijn zo ja, van die algemene beschouwingen die je een beetje als voorbereidend werk moet gaan opnemen om uiteindelijk aan tot een beslissing te komen van we gaan voor die of die technologie. Zo bijvoorbeeld is het louter een aanduiding. Je wilt lokaal een waarneming zien van oké, er is debiet. Voilà. Met misschien een hoog of een laag alarm. Dus dan ga je eerder naar een toestel met ja, dat het zo eenvoudig mogelijk is en dus een zo laag mogelijke drukval, dat is in elk geval zo. En een nauwkeurigheid, ja, dat dan in de percentel valt, want uiteindelijk het is louter een aanduiding. Het is kwalitatief, laat staan semi-kwantitatief. Het verwachtingspatroon is niet zo hoog. Daarentegen ga je dan in de procescontrole, ja, dan worden de zaken toch wel wat serieuzer. Ik bedoel, de debietmeter gaat deel uitmaken van een controlesysteem. Dus wat je dan verwacht is dat de reproduceerbaarheid dat, nogal ja, op een deftig niveau gaat komen te staan. En dat de stabiliteit ja, toch wel een stabiele meting is, dat je niet om de 5 voet daar moet gaan aanprutsen, laat staan, gaan herkalibreren. En dan een ander geval, zien we dan een custody transfer eigenlijk noemen. Dat is eigenlijk een meting met een achterliggende financiële transactie, bijvoorbeeld een facturatie. Ja, dan is natuurlijk de bedoeling dat het ook zeer nauwkeurig is. Stel bijvoorbeeld, je hebt een fabriek en je hebt wat stoom over en je buur heeft wat tekort aan stoom. Dan zeg je, kijk, ik ben een overschot, ik zou het u wel kunnen verkopen. Dan is natuurlijk in elke partij het belang dat die meting zo nauwkeurig mogelijk wordt. Anders wordt de reden een aardig bedot en de andere wordt, we spreken eigenlijk, zeer rijk. Dus dan gaan we dus naar metingen waar we de lat naar nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid natuurlijk heel hoog komt te staan in ieders belang. Dat spreekt voor zich. Dus zo termen zoals juistheid, precisie, herhaalbaarheid, accuratesse, dat zijn zo van die termen die nogal een beetje gemakkelijk door elkaar worden gehaald. Dus vandaar heb ik deze slide eraan besteed om zeg maar, die termen een beetje terug op hun plaats te gaan zetten. En dus de juistheid, of de accuratesse, accuraatheid zeggen sommigen, geeft eigenlijk aan hoe kort de meetwaarde bij de referentiewaarde, de juiste waarde, eigenlijk aanleunt. En dus de term juistheid is eigenlijk een kwalitatief begrip. Het is juist of het is niet juist, onjuist. Als ik dan naar een cijfer op wil plakken, dat je daar iets kwantitatiefs van wil maken, dan spreken we eigenlijk van onzekerheid. En dus vandaar dat ook al de percentages die we in onze datasheets eigenlijk plaatsen, zijn eigenlijk allemaal onzekerheid. Dat is eigenlijk de fout op de meting die je hebt. En dus dan gaan we spreken van percentage van soms 1,5% of dan 1, of dan zitten we dan onder de 1% en zelfs lager met sommige debietmeters. Dus dat is eigenlijk de term juistheid of accuratesse. De precisie daarentegen is eigenlijk de herhaalbaarheid. Het typisch voorbeeld, een typisch beeld is zo'n schietschijf, waar dat de referentiewaarde de roos is. En ja, je ziet daar al die blauwe plekjes, puntjes, dat zijn dus al je gemeten waarden. En dus de mate in de welke je gemeten waarde verder of korter aanleunt aan de meetwaarde, dat noemen we dan dus die juistheid. En de mate in de welke al die meetwaarden kort bij elkaar
ja, bij elkaar blijven, dat is dan ja, die precisie, de herhaalbaarheid, dat dan uitgedrukt wordt door de standaardafwijking en gemiddeld en zo. Dus allemaal termen die we allemaal geleerd hebben in onze cursussen statistiek en dataverwerking nog destijds. Dus eventjes dat goed in het achterhoofd houden, dus juist met precisie, die niet te veel door elkaar slaan. Ook een andere term die veel in datasheets wordt vermeld, is hetgeen we de turndown noemen. De turndown is eigenlijk niks anders dan de ratio van het minimaal op het maximaal debiet dat de debietmeter aan kan. Zo is een typische turndown van een rotameter is altijd 1 op 10. Je gaat altijd van 10 tot 100 liter per minuut, kubieke meters per seconde, maakt me niet uit, maar het is altijd van 10 naar, van 1 naar en dan 10 keer zoveel. Dus dat is hetgeen we dan de turndown noemen. Dat eventjes ook de informatie. Dus dit zijn een beetje zo die algemene beschouwingen die we in het achterhoofd moeten houden, al die termen die we toch goed onder de knie moeten houden, om dan naar een volgende set aan vragen waar we een antwoord op moeten zien te vinden, namelijk wat zijn de procescondities? Het eenvoudigste van allen natuurlijk, ja, dat zijn die procesparameters, zoals oké, wat is het debiet, wat is de range aan debiet dat we aan willen. Voor gassen is het natuurlijk super belangrijk dat we parameters als temperatuur en druk gaan goed onder controle kunnen hebben. Reynolds nummers, dus dat is eigenlijk een vertaling van de snelheid van het proces, dat vooral ja, bij vortex worden gebruikt. Maar andere procesparameters zoals densiteit, viscositeit, dat zijn ook parameters die van groot belang zijn, zeker als we over rotameters gaan beginnen spreken, want ja, de dichtheid van het product, als dat een beetje gaat actueren, ja, dat gaat wel een aardige impact hebben op de nauwkeurigheid van je meting. Dus procesparameters, dus het geheel van temperatuur, druk, densiteit en dergelijke, meer viscositeiten, maar ook andere meer fysicochemische parameters. Dan weet ik dan van oké, is het product nu transparant of niet? Want ga je daar een wetenschap bijvoorbeeld van een rotameter en je moet het lokaal gaan aflezen, maar je product is ondoorzichtig, ja, dan ga je de schaal natuurlijk nooit kunnen lezen. Is je product abrasief, corroderend? Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt van in het achterhoofd te houden. Want ja, de chemische compatibiliteit, zeg maar, tussen enerzijds je product en de materialen in de welke de debietmeter is gemaakt. Als je naar producten gaat die chlorides bevat, ja, haal dan zeker niet in door je hoofd om daar roestvrij staal voor te gaan gebruiken. Het effect gaat het heel snel gaan ondervinden en het is natuurlijk ook niet de bedoeling van daar om de 5 maanden van de biesmeter te gaan vervangen, want ja, de producten zijn gewoon niet compatibel met de materialen met welke het product in contact is. Is het product elektrisch geleidend of niet? Een belangrijk punt, zeker als je een elektromagnetische debietmeter gaat overwegen. Dus je ziet, dat zijn procesparameters, maar ook ja, meer fysicochemische parameters die je goed in het achterhoofd moet houden. Vooral dat je een keuze gaat doen van die of die flowmeter ga ik nu gebruiken voor dit voor mijn proces. En dan ja, nog zoals de wat het verschil is tussen de werkomstandigheden, dus de procescondities en de normale omstandigheden. Dat is vooral van belang als je met gassen gaat werken. Want stel je voor, de normale condities, wat zijn al normale condities? Dat zijn condities waarbij je een temperatuur van 0 graden beschouwt en een druk van 1 bar absoluut. Atmosferische druk, zeg maar. Een gas, hier bijvoorbeeld stikstof,
En onder deze condities gaat een dichtheid hebben van, je kunt aflezen, 1,25 kilo per kubieke meter. Maar je werkt niet noodzakelijk in normale omstandigheden. Jouw werkomstandigheden zijn bijvoorbeeld 50 graden en 25 bar absoluut, 24 bar relatief. Ja, maar dan zie je natuurlijk dat je dichtheid plots van 1 naar 26 kilogram per kubieke meter gaat. En dus je debiet van 10 meter of 10 kubieke meter of 10 normaal kubieke meter gaat per minuut bijvoorbeeld, gaat nu ineens naar bijna 0,5 kubieke meter per minuut. Dus heel belangrijk om dan goed rekening te houden met de werkomstandigheden. En de sizing gaat dus ook altijd, zal ik zeggen, de sizing gaat altijd in werkomstandigheden gaan uitgewerkt worden. Dat wil ik zeggen, ja. Welke zijn nu de beschikbare technologieën die Yokogawa u kan voorstellen om zeg maar een voorstel naar voren te komen, rekening houdend met hetgeen we hier allemaal besproken hebben in de afgelopen slides. Het gamma van Yokogawa, u ziet het, dat gaat van de rotameter over de vortex, die we dan de digital U-flow noemen. DP Harp, dus, ja, dat zijn dus de delta P metingen, waar dat met een primary element ga je een drukval creëren, waardoor de meting van dat drukverschil, dat je dan daaruit een debiet kunt gaan bepalen. Maar dat zijn ook massa-debietmeters, die we dan de rotamass noemen, of de elektromagnetische debietmeter. De ABMAG, die we dan de ABMAG AXG, AXR, AXB. Maar elektromagnetisch, sowieso. En ik stel dan voor, ja, om met de eenvoudigste, maar toch nog steeds nummer 1 qua aantallen, toch althans, bij Yokogawa, dat is de rotameter. De werking, en ja, historisch, zeg maar, van waar komen we eigenlijk? Wel van de 20e eeuw eigenlijk, begin van de 20e eeuw, waar dat dus in 1909 in Aachen in Duitsland de firma Rotawerke zijn opgericht. En die dan eigenlijk met de rotameter eigenlijk op de markt is gekomen. Nu, vandaag de dag is nu de naam rotameter meer een soortnaam geworden en eigenlijk synoniem van een vlottermeter of een variable area flow meter ook genoemd. En ja, nu, u ziet daar op de slide hoe mooi dat het al destijds allemaal werd gemaakt en ontwikkeld. Maar in 1995 komt Yokogawa langs en zegt van dat is hier toch wel aardig spek voor mijn bek. Dat zou een mooie aanvulling zijn op ons gamma. En dus sinds 1995 heeft dus Yokogawa dat de firma dus Rotawerke overgenomen. En ook een bijdrage gedaan voor de verdere ontwikkeling van die rotameter, in die zin dat de detectie van een geblokkeerde vlotter dat nu bijgekomen is. En dat is een ontwikkeling van Yokogawa, dat float blockage detection systeem, om toch ja, een aanduiding te geven van, ook al geeft je naaldje 3 kubieke meter per uur, maar alles staat stil, dat je toch een waarschuwing krijgt van, er is hier toch iets aan de hand. Dat is eigenlijk de bedoeling van dat float blockage detection systeem. De werking van een rotameter is eigenlijk heel simpel en dat maakt het ook trouwens zo gemakkelijk inzetbaar. We hebben eigenlijk te maken met een evenwichtssituatie waarbij er eigenlijk 3 krachten op die vlotter inwerkt. 2 krachten zijn naar boven gericht, eentje naar beneden, de gravitatiekracht. Gewicht van het vlottertje, waardoor dat het de neiging zou hebben om zo naar de grond toe te vallen. De andere 2 krachten, wel, dat zijn dan ten eerste de Archimedeskracht. Elk voorwerp ondergedompeld in een vloeistof, kent het zinnetje. Dus die gaat een opwaartse kracht ondervinden, evenredig met het gewicht van de verplaatste vloeistof. Het gewicht van de verplaatste vloeistof
door de vlotter. Dus dat is al een kracht naar boven. En dan de tweede kracht die het vlottertje mee naar boven zou gaan meetrekken, is eigenlijk een soort van meesleepkracht, omwille van de wrijving. En dus van zodra dat die drie krachten, dus de gravitatie, de Archimedische kracht en de meesleepkracht, als die drie in evenwicht zijn, wel, dan gaat die vlotter zich stabiliseren op een bepaald niveau. En als daar een schaal achter daarnaast staat, kunnen we zo dadelijk gaan aflezen van oké, we hebben hier een 10 kubieke meter, 50 kubieke meter per uur, of het nu een vloeistof is of een gas, maakt allemaal niet uit. Het enige dat, waarmee er hier rekening moet gehouden worden, is enerzijds dat de leiding altijd verticaal staat. Dat betekent nogal voorzichtbaar. Oké, ik herhaal het nog maar eventjes. En dat de vloeistof opwaarts vloeit, van onder naar beneden. Dat zijn eigenlijk de twee aangezien beperkingen, laat staan, twee parameters waarmee we toch rekening moeten houden om te gaan overwegen. Zou het hier met een rotameter kunnen een debietmeting gaan realiseren. Zo'n typische datasheet of calculation sheet, ziet er dan eigenlijk zo uit. Dus we hebben altijd een constante drukval. Dat in tegenstelling met de andere debietmeters, waar dat de drukval toeneemt met een toenemend debiet. De onzekerheid, ik heb het woord wil onzekerheid gebruikt, niet zozeer accuraat is, maar oké. De onzekerheid wordt eigenlijk door de norm VDE 3513 bepaald, die eigenlijk zegt dat de onzekerheid altijd 1,6% is van het gemeten vanaf de helft van het maximaal debiet tot aan het maximaal debiet. En dat is dan ook die rode curve die we hier onderaan zien. Dus vanaf 50% tot 100% zitten we op een onzekerheid, zeg maar, van 1,5%. En dan van zodra dat we erover gaan, zien we geleidelijk aan die onzekerheid toenemen. Dus dan ook een aanduiding van, hier is de sizing, zouden we naar een kleinere of een grotere sizing kunnen gaan om... Als men in hier die 30-40% ziet, dat we toch nog een deftige precisie kan hebben. Hoe gaat de waarneming dan eigenlijk dan gebeuren? Wel, oftewel is dat puur lokaal. Dan gaan we dus met een glazen of een plastieke meetbuis direct een waarneming kunnen gaan doen. En als ik u daar straks sprak van de doorzichtbaarheid van de vloeistof, kijk, hier gaat het echt van toepassing zijn. Zitten we in de metalen rotameters, dan is het natuurlijk heel moeilijk om doorheen metaal te kijken. En dus we hebben dan een gemagnetiseerde float, een flotter, die eigenlijk de naald, waar er ook een magneet op zit, en de ene sleurt zeg maar, of trekt de andere met zich mee. En dus van zodra dat de vlotter naar omhoog gaat, trekt die dankzij een magneet ook de wijzer naar boven. En zo kunnen we ook een aflezing doen op metalen flowmeters. Zo zien ze dus eruit, dus glazen, metalen, waar we dan hier de transmitter gedeeld hebben, want zelfs voor die eenvoudige rotameters hebben we toch ook de mogelijkheid om een 4 tot 20 milliampère uitgangssignaal te hebben, met of zonder digitale hardcommunicatie erbovenop. Dus het ziet er in de hele eenvoudigheid, maar het kan toch wel aardig wat aan informatie eigenlijk al geven. En dus de keuze is eigenlijk heel uitgebreid, want we zullen ook naar aansluitingen. Hier zien we het met de flensaansluiting, schroefaansluitingen, andere switchlock aansluitingen. Ik bedoel, er zijn heel wat mogelijkheden om de gepaste combinatie te gaan vinden tussen enerzijds de procesparameters en anderzijds ook de aansluiting. Dus naar de installatie toe, daar moeten we toch wel ook eventjes rekening houden met het feit dat we dus met magnetisch omgeving zitten. En dus om te voorkomen dat het magnetisch veld van de ene rotameter de andere
naastliggende rotameter gaan beïnvloeden, raden we toch altijd aan om minimum een goede 300 mm afstand tussen de twee te gaan respecteren, om dus die onderlinge beïnvloeding niet te gaan hebben. Dus zoals al hier op de tekening staat, u ziet dus ook altijd in verticale leidingen met de vloeistof die van onder naar boven opstijgt. Staat er in de leiding dan een afsluiter? Altijd goed de afsluiter na de rotameter gaan plaatsen. Want anders riskeer je het geval te hebben dat vanaf het moment dat moest je de afsluiter voor de rotameter geplaatst hebben, die afsluiter gaat open, de schokgolf zeg maar, die je daardoor gaat creëren, gaat je vlotter ineens een flinke schok gaan geven, met het risico dat die bovenaan hier aan de bovenste vloeistof eigenlijk gaat blijven blokkeren. Hetgeen natuurlijk ook niet de ideale manier van werken is. Dus staat er een afsluiter, altijd de afsluiter na in downstream gaan installeren. Een kleine hint. Dus om eventjes af te ronden, het hoofdstuk rotameter af te ronden, welke zijn de voordelen en beperkingen? Er is geen voeding nodig. Geen 24 volt of andere elektrische voedingen, althans voor modellen waar er geen transmitter is. Het is vlot afleesbaar, het is een relatief lage kost op niveau van de investering en ja, zowel toepasbaar voor vloeistoffen als voor gassen. Wat zijn dan de beperkingen? Ja, zoals ik al een keer herhaald heb, is de verticale opstelling. Dat is sowieso, daar kun je niet aan onderuit. De gevoeligheid aan schommelingen, viscositeit en densiteit, want ja, het volume van de verplaatste vloeistof ja, is natuurlijk ook altijd of de massa, zeg maar, het gewicht van de verplaatste vloeistof is ook een kwestie van volume maal dichtheid. Ja, als daar de dichtheid gaat beginnen schommelen, ja, dan gaat die vlotter ook op een lichtjes lagere of hogere positie komen te staan. En gaan we sowieso een fout gaan induceren in onze aflezing. En natuurlijk, ja, voor gassen, als de temperatuur of de druk gaat beginnen schommelen, ja, dan is het ook vanzelfsprekend dat we daar extra onzekerheid gaan of fout gaan induceren in onze meting. Dus voor rotameter altijd stabiele omstandigheden is eigenlijk het zegenwoord. Dus heel eventjes, heel kort samengevat. Dus we zien wat is eigenlijk de grootste troef van de rotameter. We zien het eigenlijk de kosten. Het is een zeer eenvoudige opstelling. Een konische buis met daarin een vlotter en de vlotter gaat op en af. Als het het dB toe of afneemt, veel verkeerd kun je daar eigenlijk niet aan doen. De tweede technologie die ik eventjes met jullie wil aankaarten is de delta-P-meting. Dus wat is daar het principe? Wel, eigenlijk een algemeen wet in de fysica en de natuurkunde, de wet van behoud van energie. Namelijk dat de som van de snelheid en de druk doorheen je buis blijft de constante. En dus neem je druk af, ga je snelheid toenemen en vice versa. Dus door een vernauwing in je leiding te gaan creëren, ga je daardoor een versnellingseffect, want zeg maar, het volume, en dus eigenlijk de massa, vloeistof die er hier in deze positie en in deze positie aanwezig is, moet hetzelfde blijven. Die massa kan niet zomaar verdwijnen. En dus het effect dat we gaan opmerken, is dat er een versnellingseffect gaat komen. Dat we kunnen meten door het drukverschil te nemen tussen voor en na de vernauwing. En dus daarna zien we dan ook dat de delta P, de drukval, evenredig is met het kwadraat van de snelheid. Vandaar ook belangrijk is dat de uitgang van je transmitter goed ingesteld staat op square root.
en niet op lineair. Want hier moet dus ook de vierkantswortel getrokken worden uit de delta p gedeeld door de dichtheid. Dus ook daarvoor goed opletten. Dus waaruit bestaat zo'n dp-flow meting? Wel, we hebben een primair element. Dat kan dus een orifice-plaat zijn. Dat is gewoon een plaat met een gat erin. Zo simpel is dat. Maar dat kan ook een venturi zijn. Daar kunnen verschillende designs voor bestaan. Impulsleidingen. En uiteindelijk de delta-p-meting. Dus de druk voor en na de restrictie gaat meten. Wat zijn eigenlijk de troeven van zo'n dp-flow meter? Ja, is eigenlijk een eenvoudige opbouw. Een orifice-plaat in een leiding steken, bedoel met twee flensaansluitingen en het is al in orde. Er zijn ook venturis, pitotbuizen, gemiddelde pitotbuizen, flow nozzles. Ik bedoel, de primary elements, je hebt er bij de vleet, het is dan een kwestie van uitrekenen van oké, welke is nu de meest geschikte voor mijn toepassing, want sommige kunnen wel een drukval veroorzaken die toch vrij belangrijk is. En dat is een belangrijk parameter in de berekeningen, om te zien wat is nu de permanente drukval die zo mijn primary element gaat veroorzaken. De verschillende designs zijn zoals we het hier zien, dat zijn de venturis, de pitotbuizen, waar we dus de aansluiting hebben aan de hoge drukkant en de lage drukkant. Dus dat is allemaal genormeerd volgens hier de ISO-norm ons aanduidt. Dus in de notendop wat maakt de dp-flow meter eigenlijk zo aantrekkelijk? Wel, het is eigenlijk een relatief lage kost. Het is een technologie dat goed gekend is. De nauwkeurigheid, al naar gelang de opstelling, dat draait zo een beetje onder de procent. Soms, voor sommigen gaan we dan naar 1-2%. De turndown 1-6, oké. Met een transmitter opstelling. De drukval, dat kan soms vrij hoog uitvallen in functie van de restrictie die je op je leiding gaat plaatsen. En naar de installatie toe, als je een venturi overweegt, daar kunnen soms vrij lange straight runs nodig zijn, upstream, downstream. Dus dat zijn allemaal parameters nogmaals, waarmee dat je maar best rekening mee houdt als je een dp-flow meter zou overwegen. Van zodra dat je naar grote diameters gaat, dan bedoel ik dan over het DN 200, 300, dat staan 400, dan worden zo'n dp-flow meters eigenlijk toch wel heel interessant, want een vortex of elektromagnetische debiesmeter van een DN 300, 400, dat zijn al flinke kleppers. En dus als je dat nogmaals enkele meters hoog moet gaan installeren, dat zijn dan tal van veiligheidsvoorzieningen die je nodig hebt om die flow meter daar enkele meters hoog te gaan plaatsen. Dan wordt het wel interessant om een dp-flow opstelling te gaan overwegen. Goed, dat achter de rug, een kleine pauze in onze presentatie. Dan laat ik het woord eventjes terug aan Cynthia om de eerste vraag van onze peiling te stellen. Cynthia? Ja, hallo. We gaan nu de enquête openen, dus dat wil zeggen, jullie gaan die zien verschijnen op de rechterkant van je scherm. Voilà, als het goed is, ziet iedereen de enquête en de tijd die jullie daarvoor hebben zijn 30 secondjes.
Ja, oké, we hebben de antwoorden binnen. Oké, goed. Dus de vraag, Filip, was waar en in welk jaar is. Even De kijken. firma Rota Berken ontstaan. Voilà, ja. 15 mensen hebben geantwoord Aken, 3 mensen hebben Keulen geantwoord en 1 iemand Bonn. Jij mag zeggen welke de juiste is. Het juiste antwoord is het antwoord A. In 909 inderdaad, in Aken, in het Ruhrgebied. Bepaald in Duitsland. Dus ja, proficiat voor al diegenen die antwoord A gegeven hebben, want ze hebben goed geluisterd. Dat is eigenlijk het punt. Oké, dank je. Wat we erachter kunnen halen. Fijn, goed. De volgende technologie die ik eventjes met jullie wil doornemen is de vortex. De vortex is exact zoals eigenlijk het principe van een vlag die in de wind wappert. Is er geen wind, ja, dan gaat de vlag ook niet wapperen. En wat eigenlijk de paal waarop de vlag is gehezen, gaat eigenlijk vortexen, eigenlijk turbulenties, draaikolken eigenlijk, gaan veroorzaken die eigenlijk een lokale depressie, een lagere druk, plaats. En dus het gaat exact hetzelfde zijn met de shedderbar. Dat is eigenlijk dan die paal, hè, van ons voorbeeld van de vlag. We hebben dus een minimum aan snelheid nodig om die shedderbar eigenlijk te doen trillen. Links, rechts, zeg maar, laten trillen. En dus ik sprak jullie daar straks van dat Reynolds-getal. Dat is dus, hier komt dat Reynolds-getal op de proppen. Dus vanaf een Reynolds-getal van 20.000 gaan we dus genoeg wind hebben, zeg maar, om die vlag te laten wapperen. Hebben we genoeg stroom, we hebben genoeg debiet om dus die vortexen te laten ontstaan. En dus eigenlijk een meting te kunnen gaan doen. Dus dat is al sowieso een eerste punt waar we met een vortex flow beter mee moeten rekening houden. Net zoals voor de rotameter. We kunnen niet vanaf nul gaan meten. Er is een minimum aan debiet nodig om de vortex-effect te kunnen gaan creëren. Dus zo ziet eigenlijk onze vortex eruit. Dus met de shedderbar die dan ja, dwars doorheen de hele diameter van de leiding passeert om dus zeg maar een ja, zo representatief mogelijke meting te hebben van de snelheid, want de frequentie met welke die vortexen gecreëerd worden is direct in verband te brengen met de snelheid. En dus van zodra dat je die shedderbar, dus dan ja, dwars doorheen de hele diameter, ga je eigenlijk een soort van gemiddelde van de stroomsnelheid gaan bepalen doorheen gans je buis. Wat gaat dan een overzicht, wat komt de vortex eigenlijk vooral naar voren? Wel, het zit vooral op zijn turndown. 20 op 1, dat is eigenlijk al tot nu toe een van de beste turndowns die we hebben. De nauwkeurigheid is dan ook voor erbij. Dus we vallen al net onder de grens van die 1%. Ja, dus al op 0,75%. De drukval is niet zodanig hoog, want ja, die shedderbar neemt toch, is ook nog niet zo groot om een belangrijke drukval te gaan creëren. En naar de installatie toe is het inderdaad onze sterke troef dat we korte weglengtes gaan nodig hebben. Dus eventjes terug naar de werking toe. Dus de debiet dus veroorzaakt zulke vortexen. Dus het creëert eigenlijk een alternerend drukprofiel. En dus die shedderbar die we dus hier zo in een zijaanzicht zien. We gaan dus een hoge druk en een lage drukkant gaan creëren. En dan de vortex erop gaan die hoge en die lage drukkant
wisselen om. Hebben we dan de lage drukkant links en de hoge drukkant rechts. En er gaat eigenlijk een mechanische vervorming ontstaan op de shedderbar, die opgepikt wordt door de piezo-elementen. En zo zijn er dus twee piezo's bij ons in onze shedderbar ingebouwd. Want de ene gaat zeg maar, het totaalsignaal gaan opvangen. En de tweede piezo gaat alles wat met ruis en storende signalen gaan opvangen. En als we dan het verschil tussen de twee nemen, ja, dan komen we eigenlijk op een gezuiverd, zeg maar, een netto signaal, dat eigenlijk een signaal is gecreëerd door de vortexen en dus waardoor dat we op een nauwkeurige manier het debiet kunnen gaan bepalen. Dus hier zien we naar de installaties, hetgeen we algemeen aanraden aan onze klanten, dus na een enkelvoudige bocht, een dubbele bocht in hetzelfde vlak of die twee vlakken loodrecht op elkaar. Maar dan spreken we nog van amper 10D, 5D, daar waar je ziet andere fabrikanten al naar de 35, 25D gaan. Het ging toch wel een heel wat bewegingsvrijheid geeft, want ja, in bestaande leidingen en bestaande installaties is de beschikbare ruimte niet altijd daar. En dus als je een debietmeter moet installeren en die is vrij zuinig aan open run, ja, dan maakt dat toch de keuze wat gemakkelijker en vlotter als men de debietmeter op een welbepaalde plaats gaan installeren. De magneter, of de ook elektromagnetische debietmeter genoemd. Daar gaan we ja, eigenlijk op basis van de wet van Faraday gewoon een meting gaan doen. Wat gebeurt er? Dus we gaan een geleidende vloeistof nemen, dus met nadruk op geleidend. Dus herinner je de procesparameters waar we het in het begin van de presentatie over hadden, dus daar komt het tot zijn recht. Dus verplaatst zich loodrecht op een elektromagnetisch veld. Daardoor gaat er een spanning geïnduceerd worden, dat loodrecht ook op de stroomrichting wordt opgemeten. En die geïnduceerde spanning is recht evenredig met de stroomsnelheid. En van zodra dat we ja, de oppervlakte van de buis nemen en kennen en dat vermenigvuldigen met de snelheid, ja, dan komen we inderdaad in een kubieke meters. Kubieke meters per uur of per minuut. Dus we kunnen daaruit het debiet gaan bepalen. Dat is eigenlijk het ja, basisprincipe zeg maar, van een elektromagnetische debietmeter. Dat eventjes de herinnering hoe dus, ja, de wet van Lenz, met de rechterhandregel, waar dat je dan kunt gaan bepalen waar de geïnduceerde spanning eigenlijk kan gemeten worden. En dus je hebt een interne coil, zeg maar, ja, twee coils, de excitation coil en de metering coil, om dus dat elektromagnetisch veld te gaan creëren. Wanneer gaan we zo'n magmeter eigenlijk gaan gebruiken? Wel, op het moment dat het product een viscositeit of een densiteit heeft die een belangrijke drukval zou kunnen gaan veroorzaken, moest er daar een element in de stroomrichting komen te staan. Denk bijvoorbeeld maar aan die dB-flowmeting, dus met die orifice-platen, ja, dan is het zeker helemaal uit den boze. En dus die magmeter dat is net een sterke troef. Het is eigenlijk een open buis met niks in de weg, dus gestroomd. Zonder enige drukval doorheen de meter. Naar turn-down, zie je, dan gaan we nog beter, gaan we naar 30 op 1 en een meting vanaf 0 meter per seconde. Hetgeen de rotameter niet aan kan, hetgeen de vortex niet aan kan. Dus dat is echt de twee sterke troeven van de magmeter. Maar op natuurlijk één belangrijke voorwaarde, dat is dat de vloeistof glijdend is. Anders werd het duidelijk. Duidelijk minder. Dus voor gassen, voor andere niet geleidende vloeistoffen, denk ik olies en zo, ja, vergeet het maar om met een magmeter te gaan
En daar zijn andere technieken dan voor beschikbaar. En dus, hoe vertaan dan Yokohama elektromagnetische debietmeter dan in concreet werkende debietmeters? U ziet, de historiek begint van de prejaren 80, dan midden jaren 80, dus iets van een goede 35 jaar terug, tot vandaag de dag in 2020, waarbij we dan onze nieuwe ADMAG TI, Total Insight, op de markt hebben gebracht, waarbij we het succes zeg maar, van de vorige series, de voorafgaande series, hebben behouden. Dat is het zogenaamd Dual Frequency Excitation Method. Dus waar komt het eigenlijk op neer? Heel beknopt. Het elektromagnetisch veld dat je gaat opstellen. Je kan er eigenlijk twee bronnen voor gaan gebruiken. De eerste is een wisselstroom, zoals iedereen weet, dus 60, 50 hertz. Maar je kunt daar ook gelijkstroom voor gaan gebruiken, gepulseerd gelijkstroom. Maar wat je dan natuurlijk op frequenties stukken lager ligt. En beide methodes hebben natuurlijk hun voor- en hun nadelen. Je ziet hier in die twee kolommen, dus het nadeel van de ene is het voordeel van de andere, naar responstijd, naar stabiliteit, naar gevoeligheid, naar storende signalen. En dus het idee van Yokohama was van, ja, waarom zouden we niet die twee die gewoon bijeenbrengen? Dat we zowel op lage als op hoge frequentie zouden kunnen gaan meten en dan pakken we het beste van de twee. En dat is dus hetgeen Yokohama al jaren in zijn magnetische debietmeters heeft geplaatst. Dus dat zogenaamde dual frequency, dus waarbij we zowel op hoog als op laag frequentie dat elektromagnetisch veld gaan creëren, waardoor dat we eigenlijk zeer stabiele, zeer nauwkeurige meting kunnen gaan doen. En dat vertaalt zich dan heel concreet in toepassingen waarbij producten die toch een vrij lage conductiviteit hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan waarden van tussen 1 en 5 microsiemens per centimeter, dat we daar eigenlijk toch perfect onze elektromagnetische debietmeters voor kunnen gaan gebruiken. Toepassingen zoals het meten van condensaten bijvoorbeeld, waaraan de mensen denken van condensaten, dat heeft bijna geen conductiviteit. Wel, denk er toch wel eens eventjes over na om toch een Yokohama magmeter te gaan gebruiken, want we hebben al aardig wat toepassingen daarvoor werkende en zelfs op een conductiviteit van een microsiemens per centimeter slagen we er nog altijd in om een goede, stabiele en nauwkeurige meting te realiseren. Dus ADMAG TI, ons aanbod aan elektromagnetische debietmeters. De laatste debietmeter die ik met jullie eventjes ga bekijken is de zogenaamde Coriolis debietmeter of massa debietmeter. Dus wat is daar het werkingsprincipe? Dus daar gaan we twee buizen gaan nemen. Hier in ons geval twee gebogen buizen. En zolang dat er geen debiet doorheen de buizen gaat stromen, gaan die buizen eigenlijk op een symmetrische manier gaan oscilleren. Er is dus inderdaad een excitation coil hier, dus die rode, en dan die twee groene, en dan de pick-up coils, die dus de faseverschil gaan opmeten. Want zodra dat er een debiet doorheen de debietmeter loopt, dan gaan die twee buizen niet meer symmetrisch gaan oscilleren, maar er gaat een klein faseverschil opkomen tussen de voorkant en de achterkant. En dat is dan hetgeen we hier op deze tekening eigenlijk zien. En dus dat faseverschil gaat ons een aanduiding geven van wat het massadebiet eigenlijk is. Een andere parameter die we ook uit dat signaal kunnen gaan oppikken is de densiteit. Want het is de frequentie van het signaal dat ons een aanduiding gaat geven van de densiteit van het product. Dus dat zijn in het algemeen het werkingsprincipe van de Coriolis massadebietmeter. Dus de output is dan ook wel een debiet in kilogram of in ton per uur per minuut. Dus de kost kan soms vrij hoog zijn, maar het
is vooral op momenten dat je naar echt zeer nauwkeurige metingen wilt gaan, dat je dan echt de massadebietmeter in overweging moet nemen. Dus je ziet hier trouwens ook in dat schema, die Spaanse voorstelling, dus accuracy, turndown, installation, dat zijn echt die grote troeven van de Coriolis-meter. Althans, onze Coriolis-meter. En die dan ja, in ons schema verschillende afwerkingen kent, dus van de kleine nano als het laatste druppeltje nog van belang is, tot dan de giga die dan tientallen tonnen per uur eigenlijk aan kan. En tussen die twee extremen, ja, de juiste afwerking, zit je in hoge drukken met hoge drukken te werken, zit je, wil je de derde cijfer achter de comma nog nauwkeurig bepalen, maar ja, dan ga je dan mee dan de supreme. Dus heel wat mogelijkheden op dat gebied om het juiste model te hebben dat perfect aan je verwachtingen doelen. Opnieuw een korte peiling, een nieuw vraagje, een pauzemoment in onze presentatie. U ziet voilà. De vraag aan de rechterkant van het scherm. Dank. Oké, iedereen heeft geantwoord, denk ik. Oké. De vraag, in Rotamas TI en Atmach TI, waar staat het woordje TI voor? Niemand heeft Teams Integrated geantwoord, dat is al goed. Optie B, Total Insight, 10 mensen. En dan de laatste optie, niemand. Oké, wel ja. Iedereen heeft ja, zijn antwoord gegeven, dus inderdaad, die AI staat dus inderdaad voor Total Insight. En dat is daar waar we nu wat even meer aandacht aan gaan besteden. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met dat Total Insight? Dat is eigenlijk het idee dat op elk moment van de levenscyclus van je flowmeter, en dat staat dus hier dan ook in zo'n cirkel voorgesteld, dat je op elk moment de status en een gezondheidsrapport, zeg maar, kunt bekomen van in welke toestand vertoeft nu mijn debietmeter. Is die eigenlijk aan herkalibratie toe? Zijn de buizen nog even intact als de eerste dag dat ik mijn flowmeter heb geïnstalleerd? Wel, dat gaan we dus in dat Total Insight principe eigenlijk gaan terugvinden in hetgeen we de maintenance manager bedoelen. Dus we hebben dus de mogelijkheid met de optie Tube Check eigenlijk een gezondheidsrapport te gaan uittrekken met behulp van onze FieldMate software, om daar eigenlijk de frequentie, de resonantiefrequentie, met welke de twee buizen vanaf dag 0 trillen. En dat zo gaan verder opvolgen, want er kunnen fenomenen gebeuren waar dat de buizen opgevreden geraken, omwille van ja, het product dat zo corroderend is, of in tegenstelling, de massa van die buizen neemt toe, want er is wat afzetting gebeurd in de loop van de tijd. En dus, ja, dat zijn toch allemaal invloeden en gebeurtenissen die de nauwkeurigheid, zeg maar, van je flowmeter gaan bepalen. En dat is dan hetgeen dat je met die tube check kunt gaan uitvoeren. En dus op regelmatig tijdstip wordt er een meting gedaan, van die frequentie. En wordt dan ook, zoals je hier ziet in de grafiek, op een grafische manier voorgesteld, om dan door extrapolatie te kunnen gaan aangeven van oké, als ik hier mijn toleranties heb ingesteld op +3, -3%, dat je daaruit al hier op een tijdschaal kunt gaan zien van oké, binnen een week, een maand, een jaar, 3 jaar, zal ik buiten mijn tolerantiegrenzen vallen. En ja, dan zal het wel tijd zijn om
wij de debietmeter laten herkalibreren of toch althans om de volgende shutdown eruit te halen en zien wat, in welke toestand de flowmeter vertoeft. Maar zo heb je al tenminste tijdens al de maanden, weken en jaren dat een flowmeter in de installatie opgesteld is, dat je toch weet van oké, in welke toestand vertoeft eigenlijk een flowmeter. Dus dat is die optie tube check die we komen met onze Rotamas flowmeter. Wat is er ook nog zo uniek aan ons Rotamas is eigenlijk het design, wat we eigenlijk een box-in-box design. We zitten hier met trillingen te werken, dus alle externe trillingen van de installatie, trillingen die er zouden komen als er in de nabijheid is, een pomp, een klep en zo, dat die trillingen niet in resonantie zouden komen met de trillingen waarmee de biesmeter werkt, want ja, anders raakt je meting helemaal de bies niet. En dus daarom heeft Yokogawa eigenlijk dat design, dat box-in-box eigenlijk design ontwikkeld, waarbij dus als er externe trillingen zijn, die gaan eigenlijk via de buitenste enveloppen eigenlijk overheen gaan. En het interne meetelement, dat we hier in het groen zien, is eigenlijk op dat vlak mechanisch geïsoleerd. Zodanig wel, ja, dat externe trillingen absoluut geen invloed hebben op de goede werking van de flowmeter. En ook andere mechanische invloeden, bijvoorbeeld aan druk of trek, dat er op de flenzen van de flowmeter zouden komen, waardoor dat die buizen extra samengedrukt worden of uitgerokken worden, waardoor je natuurlijk ook de trillfrequentie gaat beïnvloeden. Wel, dat is helemaal geen probleem. Dus we zien heel vaak dat onze flowmeter vlak na de pomp wordt gemonteerd en geen vuiltje aan de lucht, want als er trillingen zijn, die passeren voorbij en de flowmeter kan vlot blijven doorwerken. Rotamas Total Insight, dus onze massadebietmeter bij Yokogawa. Dus hoe gaan we nu de juiste keuze kunnen gaan maken? Wel, daar bestaan heel wat tools voor. Bijvoorbeeld hier in een van onze naslagwerken, de Field Instrumentation Solution brochure, zien we dus eigenlijk hier in een vrij schematische vorm de verschillende technieken die we vanmorgen doorgenomen hebben en zien van oké, is het toepasbaar voor een vloeistof, voor een meer gasvormig product, al dan niet. Er zitten toch wel enkele witte bolletjes, zeggen dan ja nee, toch liefst niet, want dat is niet de meest geschikte technologie ervoor. Hetgeen ik dan ook hier heb gedaan, is ook een vrij schematisch overzicht van dit heb je een niet geleidende vloeistof, ja, denk er dan niet aan om met een magnetische debietmeter te gaan. Ga naar een vortex, ga naar een rotameter of een Coriolis, als je die nauwkeurigheid ook van doen hebt. Voilà. Dus dat zijn allemaal tools die vlot beschikbaar zijn bij Yokogawa om ja, al een eerste keuze te kunnen maken en dan nadien gaan fine-tunen met onze eigen input. Dat wij veel plezier tot bij jullie die ondersteuning komen geven. Dus hier in heel beknopt, heel schematisch een overzicht van de verschillende technologieën die we vanmorgen hebben doorgenomen, met elk hun voordelen, hun beperkingen. Dus heel schematisch, maar in één oogwenk kunt u zien van oké, we gaan eerder die richting of in die richting verder gaan. En tot slot nog een laatste peilingvraagje. En dan zullen we daarmee onze presentatie eindigen. Die ziet ook, het is al 11 uur, dus het is het moment om af te ronden. Cynthia? Ja, ben ze normaal gestart. Dus normaal zou ze moeten beginnen. Ja, inderdaad. Dus u kunt even goed als ik lees. Dus waarom in de firma Rotawerken verhuisd van Aachen naar Veer in Baden-Württemberg? Dus van het Ruhrgebied zeg maar, tot het zuiderstipje van Duitsland. Dit omdat de stichter van de firma een fervente skier was. Zijn het evenementen van de Tweede Wereldoorlog?
Of is de echtgenoot van de stichter een fervente Zwitser chocoladeliefhebster? Oké, de resultaten zijn binnen. Ik zal ze ook even delen. Normaal zouden jullie ze nu moeten zien verschijnen. Ja, proficiat voor de vijf die het antwoord B gegeven hebben. Want inderdaad, het zijn de spijtige evenementen van de Tweede Wereldoorlog, de bombardementen, die de roer, het roergebied te verduren had, die heel wat industrie, Duitse industrie eigenlijk, van het noorden naar het zuiden heeft laten zakken. En ja, zuiders kun je niet gaan, want een stap verder en je zit over de Zwitserse grens heen en ja, dan ben je al in Zwitserland. Dus dat heeft dus voor ja, een korte peiling. Oké, dan gaan we nu denk ik over naar vragen en antwoorden. Dank je wel, Filip. Graag gedaan, met veel plezier. Ik ga naar de eerste vraag. Even kijken, die komt van Robin. Zijn jullie orifice plates steeds symmetrisch, waardoor de flow in beide richtingen even accuraat meetbaar is? Ja. Filip, hier staat ja. Ja, ik heb mijn microfoon terug aangezet. Ja, inderdaad, onze orifice-platen zijn inderdaad symmetrisch ten opzichte van het middelpunt. Dus zou a priori, dus je gebruikt toch althans voor een orifice-plaat, voor een venturi, is dat dan iets anders voor een nozzle, daar heb je wel duidelijk een flow-richting. Maar voor een orifice-plaat, ja, denk ik wel dat je die orifice-plaat wel zou kunnen omdraaien. Goed, dan hebben we een tweede vraag van Pieter. Hoe slijtagevast zijn deze? Want orifices slijten al eens uit. Ga je dan die meting gaan beïnvloeden? Ja, inderdaad. Dat is een hele goede opmerking. Dus heb je heel wat deeltjes in suspensie en dan is het dus inderdaad niet echt aangeraden om naar een orificeplaat te gaan. Want je gaat je diameter gaan veranderen. Trouwens ook op een vrij onregelmatige manier ga je de diameter en dus je beta ratio, dus de verhouding van de diameter van je orifice op de diameter van je leiding, dat ga je dus inderdaad beïnvloeden en je gaat een extra ja, fout gaan induceren in je meting, moet je daar geen rekening mee kunnen houden. Dus voor zulke toepassingen raden we dus toch wel liefst geen orifice plaat aan. Dan misschien als we toch in de DP flow meting blijven, dan zouden we toch eerder richting een venturi kunnen gaan. Want daar is de sloop, zeg maar, wat zachter. En hebben we dan ja, minder slijtage ter hoogte dus van de vernauwing zelf. En, is dan ja, een venturi beter geschikt dan een orificeplaat als je ja, deeltjes in suspensie hebt die voilà, schurend en abrasief effect kunnen hebben. Ja, goeie opmerking. Oké, dank u. Dan nog een laatste vraagje dat ik heb binnengekregen. Welke signalen kun je uit een vortexmeter halen om een enthalpie-energieberekening te kunnen doen in een flowcomputer? Kan deze vortex voorzien worden met temperatuur- of drukcompensatie? Wel, hetgeen onze vortex in staat is te doen, is het volumetrisch debiet te kunnen outputten en de temperatuur. Mits het gebruik te maken van het 420 mA signaal en of de pulsmetingen. De enthalpieberekeningen en al de andere parameters die nodig zijn om een enthalpieberekening te gaan doen, dan raden we toch aan om met een flowcomputer te gaan werken. Want zeg maar, de berekening zelf, de elektronica om die berekening te kunnen doen, is niet aanwezig in onze transmitter. Daarvoor staan er flowcomputers die dat op een hele, hele grote manier kunnen doen. Dus daar denk dat een flowcomputer extra bij te aan te schaffen om daar een enthalpieberekening bij te
kunnen doen bij een Vortex. Ja. Dan nog een vraagje van... even kijken. Ik ben ze even kwijt. Moment hoor. Nee, ze is verdwenen, de vraag. Sorry. Nee. Geen erg. Ik ga nog eens proberen. Mm-hmm. Welke zijn... Remote, wacht even. Hè. Welke zijn remote mogelijk? Ik ga misschien even iedereen zijn geluid opzetten. Zo kunnen de vragen live gesteld worden. Voilà. Wat is remote en welke niet? Dus ja, een keer een vraag. Oké. Dus u bedoelt dan een remote transmitter. Welke transmitters kunnen remote geplaatst worden en welke niet? Dat is de vraag. Ja. Ja. Oké. Dus de IP flow meting is per definitie, zou zeggen, al een remote meting. Ja, als in de delta P transmitter al niet in de leiding staat, maar verbonden is met impulsleidingen met het proces. Dus die is al conceptueel zelf remote. En op uitzondering van de rotameter. Zijn alle debietmeters kunnen in remote aangeboden worden. Dus zowel de vortex als de elektromagnetische, als de coriolis. Dat zijn allemaal debietmeters waarvan de transmitter remote kan gemonteerd worden ten opzichte van het meetelement zelf. Zeg maar. Oké. Okay, zijn er nog andere vragen? Jimmy, ik zie dat jij nog een vraag hebt. Nee, ik had gewoon een opmerking over die remote. Nog, hè, van even te verduidelijken dat er wel remote kunnen en welke niet. Maar Filip heeft dat al grotendeels beantwoord. Dus, oké. Ik wou nog één toevoeging wel doen voor iedereen, voor die vortexmeters met die compensatie. Er was een vraag gekomen dat er ook drukcompensatie kan uit onze vortex. Dat kan niet. De enige signalen die eruit kunnen komen zijn temperatuur en debiet in principe. En de optie die wij hebben is dat wij eigenlijk een temperatuurmeting kunnen inbouwen in de shader bar van het toestel. Wordt veel gebruikt voor stoomapplicaties, omdat er ook de verzadigde stoomtabellen zijn ingebouwd in de elektronica van dat toestel. Dus voor stoomapplicaties kun je via onze temperatuur en een debiet kun je eigenlijk een massadebiet gaan uitsturen. En eigenlijk wat dat er voor entalpieberekeningen vaak gedaan wordt, is in geval van stoom dat eigenlijk dat signaal van temperatuur en volumetrisch debiet wordt doorgestuurd via onze vortex naar zo'n flowcomputer. En eigenlijk in principe voor stoom is dat voor verzadigde stoom is dat voldoende. Want zo'n computer heeft dan ook die tabellen ingebouwd. Dan kun je eigenlijk via je temperatuur en debiet input een berekening gaan doen naar massadebiet en daaruit eigenlijk een entalpieberekening gaan doen. Oké. Okay. Nog iemand een vraag? Oké, okay, als er geen vragen meer zijn, dan denk ik dat we kunnen afsluiten, hè, Filip? Absoluut. Dus nogmaals van harte bedankt om jullie zo talrijk ingeschreven te hebben. En ingespeeld te hebben op onze uitnodiging. En ook zo talrijk deelgenomen te hebben. Dus het heeft ons echt veel plezier. Ja, dankjewel iedereen. En mag ik jullie nog vragen om de zeker en vaste enquête in te vullen als jullie afsluiten? Dat zal ons heel veel plezier doen. En volgende week mogen jullie in de mail de presentatieslides verwachten en de opname van het webinar. Dankjewel iedereen en een fijn weekend. Ja.